Onlangs, luisteraars, voelde ik mij genoopt voor enige tijd een halt toe te roepen aan mijn drang tot uithuizigheid, waar ik vooral in de winter zwaar mee te kampen heb. Het is het oude liedje, die uithuizigheid. Wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon. Zuipen en babbelen in de diverse cafés, tot je er bijna een hersenverweking van krijgt. Wel nu, een korte retraite, of liever een korte vakantie in mijn flat in Amsterdam-Noord, scheen mij opeens ideaal toe. Alvorens ik verder ga, moet ik u zeggen dat ik vroeger eens voor de Haagse Post, ter behoeve van de serie Schrijvers op Stap, een reisverhaal heb geschreven dat Dagen Binnen heette. Het verhaal kan ik nergens meer vinden, maar de sfeer ervan, de idee, is met dat eigen mee gebleven. Ik wil er namelijk helemaal niet op stap. Ik wil helemaal niet op stap. Die lui heb ik gewoon een katje wijn laten bestellen bij me thuis. Dat waren mijn reiskosten. 3 dagen lang wijn zuipen voor kosten van de Haagse Post. Ik wil helemaal niet op stap. Zoals andere schrijvers naar Luik, Parijs of Londen reisden, reisde ik van de keuken naar de slaapkamer en van de wc naar mijn werkkamertje, et cetera, als god het diezelfde afstanden. Dagen binnen, warempel, de tintelende sfeer van bespiegelingen, mijmeringen en overpeinzingen had me weer geheel in zijn greep. In het kleinste kamertje van het huis verveelde ik met mijn gedachten bij enkele van de honderden plaatjes waarmee ik als een kakelbond behang het ruimtetje had opgesierd. Een overdaad aan nostalgie. Gasten die voor het eerst mijn wc betreden, deden ze vaak een moment terug. Ik kan alleen zeggen, studenticoos of niet, dat het me soms nieuwe krachten geeft, al die beroemde overledenen op mijn toilet. Want daar hangt het vol mee. Onverschillig struint op een plaatje in een morsige straat in New York als een vroege Jan Kramer het symbool van de jeugddood James Dean op je af. En bezijden de closetpot zien we een griezelige corpulente 40er in een rolstoel zitten. Het kost moeite er Jack Kerouac in te ontdekken. De eens zo knap ogende schrijver van On the Road en de Dharma Bums. De ambiance is een burgerlijk jaren 50-achtig vertrek, waarin Jack moeizaam het zoveelste blikje bier opheft, terwijl ingelijst aan de wand Paus Pius XII sinister grijnzig neerkijkt op de vertwijfelde, doodzieke vader der beatniks. Het is dan 2 maanden voor Kerouac's dood. Hij kon de roem niet aan. Eigenlijk hield hij ook helemaal niet van dat gejakker dwars door Amerika. Jack zat liever bij zijn moeder thuis, waar hij aan een keukentafel in stuwende bobstijl de verhalen schreef en bewerkte die zijn beatnik-vrienden hem vertelden. Onder de douche, mijn volgende pleisterplaats, spookte de droevige oude bopper nog wat na. Hé, hey, babariba, schoot haar werktuigelijk uit mijn keel. Het douchelampje flikkerde. Ik deed het licht maar uit. Bij vrees, als ik was, een acute stroomdood te sterven. In de krant las je met de regelmaat van de klok over elektrocuties in de badkamer. Zo ook over verstikkingen. Ik gooide de deur wagenwijd open voor de nodige zuurstof. En pas op, ik ben een beetje gek. Lag er geen stukje zeep op de vloer waarover je rampzalig kon uitglibberen? Dat was in orde. Niet geheel gespeend van hysterie, begon ik vals als een kraai Napolitaanse liederen te galmen, terwijl de douchestralen mijn lichaam ranselden. Ziezo, even later kon de huiskamer een schone gast ontvangen. Er heerste een serene sfeer. Een vaasje rozen op de salontafel, alsmede een curieus boekje ter inzage over het spiritisme door de eeuwen heen.
Gelijk al het eerste hoofdstuk droeg de eigenaardige weekslopige titel Krak, krak, zei de klerenkast. Boem, boem, boem. Het moest wel een zeer ritmische giftverschijning zijn in die klerenkast. Voor de dagen binnen welke mij nog te wachten stonden, leek het mij boeiende lectuur. Krak, krak, zei de klerenkast. Boem, boem, boem. Zoiets kan je niet bedenken. Geaccompagneerd door een Mozartje op de radio, was het ondertussen buiten gaan hagelen. Voor het raam staande bespeurde ik met bevreemding een heerschap en pilootpak dat met verrukt opgeheven hoofd en zwevende tred passeerde. Niets aan zijn gang verriet dat hij ook maar enige hinder van het gure weer ondervond. Ik ken die tuinkabouter, zei ik tegen mijn vrouw, juist met de boodschappen was binnengekomen. Mijn vrouw voegde zich spiedend bij mij aan het raam. Natuurlijk ken je hem, zei ze. Dat is toch Harry Jansen? Je weet wel, die milieufanaat. Hij woont een eindje verderop. Ik ben eens door hem uitgenodigd een kijkje bij hem binnen te nemen. Heb ik je niet verteld dat hij zijn flat als boerderij heeft ingericht? Kon ik me herinneren. De man was besmet door het virus van de kabouterplaag toen dat tijd. Een tweeslachtige verschijning, Harry. In plaats van dat die askeuterboertje zich op de Veluwe of op de Drentse hei ging vestigen, dat hij eenmaal kabouters à la Roel van Duin betaamt, moest hij zo nodig zijn flat, een identieke flat als de mijne, herscheppen tot een soort primitief loshoes of huus, zoals je nog in het Arnhemse Openluchtmuseum kan aantreffen. Zand op de vloer, hamerbalken, bedstee, kapoenen en dergelijke. Een decennium terug was kabouter Harry mij al opgevallen toen ik met een vriend een bezoek bracht aan de avondwinkel in onze buurt. Het liep tegen sluitingstijd, een drukte van belang. Mannen die 's nachts werkten en nog even gauw een wijntje of biertje haalden. Reclame mensen, journalisten, artiesten. We sloten ons aan bij de wachtende rij. Hun blikken getuigden van een flagrante ontevredenheid. Ik zeg in mij. Het was Harry Jansen die ze beklag deed over het wonen in Noord. Er deurde niks van. Tussen die blokkendozen valt niet te leven. Je reinste Kafka is het. Er waren kikkers gevonden met 2 koppen en 5 poten in een sloot bij de naburige zwavelvuurfabriek Ketjen. Dat zijn vrouw overspannen was, weet hij aan de milieuvervuiling. Ik werd beroerd van zijn galamantier. Koop een fles wijn en ga de tango met haar dansen, zei ik. Je vrouw is overspannen geworden van jou geklets. Mijn vriend viel erbij. Wat hebben jullie nou te klagen? Jullie hebben het nog nooit zo goed gehad en je beseft het niet. Toch zijn het zware tijden, mobbelde er eentje. Wat? Wat? Riep mijn vriend uit. We mogen in onze handen klappen van plezier dat we in deze tijden leven. Hun gezichten klaarden op. Een onverwachte run op het wijnrek bevestigde de macht van onze woorden. Adieu, luidjes. En vergeet niet thuis met je vrouw de tango te dansen. Ik betwijfel of ze het tango dansen in praktijk hebben gebracht. Maar men moet toegeven dat het van mijn vriend en mij een zeldzaam vrolijke oproep was. Even zo vrolijk ging ik door met mijn dagen binnen ritueel. Piepersjassen. Respect met de glazenwasser. Die als hij de flatwijk had afgewerkt, weer van voren af aan kon beginnen. En broek strooien voor de mussen. De muizen van de lucht. Maar na een dag of wat, ebde het heldere inzicht in de dingen weg. En kwam je onherroepelijk in de sleur terecht. De scheun was eraf. Ik trok mijn jas aan en wandelde naar de Nieuwe Dammerdijk. Een kwartier gaans van mijn flat. Een mens moet zich zo nu en dan vakassen. Op de dijk zag ik uit een gerestaureerd staatshuis een kloeke Hollandse dieren komen die ik daar stond herkende als het wicht
dat de afgelopen zomer fel tegen me was uitgevallen omdat ik onderaan de dijk een betieterig boeketje bloemen had geplukt. Als een onbezoldigde vrouwelijke rijksveldwachter betrapte ze mij. Dit kan niet. Dit mag niet, gilde ze. We hebben al zo weinig veldbloemen in ons land. U moest zich schamen. Daar ik geen zin had in een oeverloze discussie, was ik snel met mijn 3, 4 nogal pluizige bloemetjes doorgelopen. Vandaal, riep ze me na. Ik talmde nu wat voor haar huis. Naar mijn stellige overtuiging was ze een pottenbakster. En het verbaasde me niet eens toen ik bij haar door het raam naar binnen glurend, weliswaar het niet door mij vermeende pottenbak instrumentarium zag staan, maar dat toch wel tot hetzelfde lakende pak een spinnenwiel en een klein weefgetouw. Goed geraden. Echt wat. Begrijp me niet verkeerd. Van mij mogen ze naar hartelust spinnen en kantklossen en onbespoten sla en radijsjes oogsten, geiten melken. Toch, hoe voortreffelijk hun streven soms ook mogen wezen, het levert altijd karikaturen op. Tot zover mijn relaas. Ik dank u.